ik denk, hè, van wat is het? Maar het is dus van RTL en Fabiana. Dankjewel. En toen dacht ik, oh, chocola, maar het is zo leuk. Celine, maak het eens open. Moet je... Dat is mama. Zeg maar, alle partners van RTL staan hier op. Heel erg leuk. Ik zit nog helemaal in mijn badjas en alles, maar ik vind het zo leuk. Ik ook. Maar echt, ik heb dit echt nog nooit ergens gezien. Dit is toch zo leuk? Toch? Ja. Het is gewoon chocolaatjes met iedereen zijn gezicht. Ja, echt heel leuk. We gaan nu naar een kinderverjaardag, dus ik heb ons haar allebei uitgekamd. Ja. Dus dat wordt drogen en dan aankleden en dan gaan wij met jullie mee. Wij zitten inmiddels in de auto en Celine heeft wat nieuws. Mijn haar is nog nat, hij moet nog opgedroogd worden. Celina ook. Nee, laat dan gewoon zien. Je bent toch trots erop? Je vindt het toch mooi? Ja, zo toen het was. Nou. En ze had dus een nieuwe haarstijl, heeft ze dus verzonnen. Ja. Ja. Ik heb... Meer kan ik er eigenlijk niet van zeggen. Ik heb los haar met staartje, maar dan ook... Ja, oké, okay, ze vindt het mooi. Twee plukjes, kijk er niet. Kijk, maar het moet toch zo? Je kan toch niet kijken dan? Jawel, ik kan wel goed zien. Daar op die auto staat. Ja, dit is dus de situatie. Ja, weet je? Nou, jouw haar is ook heel mooi, zeg. Ja, ik vind het niet mooi. Maar schat, als jij het mooi vindt, dan mag dat van mij. Oké? Ik vind het niet leuk, want jij vindt het omdat ik vind dat je het een beetje zo moet doen. Dan kan je tenminste een beetje kijken. Het hangt nu precies voor je ogen. Ik wil jij. Hoe? Jij wil zo. Ja, dan zit het tenminste een beetje langs je ogen. Wat is het? Ik kan gewoon goed zien. Ik kan gewoon goed zien. Oké, hier laten we het bij. Wij gaan even naar de verjaardag. En daarom zingen wij wij. Wij zijn hier bij Do en Jorn eigenlijk. Ik moet eigenlijk niet alleen Do zeggen. Hola vlog het. Knakkies. Ja. Kijk knakkies. Lekker man. En Jorn, wij zijn dus net binnen en Jorn heeft even boodschapjes gedaan. Maar dit is... Jorn a.k.a. de feeder is hij gewoon. Maar dit is binnen een uur van op hoor dit. Hè? Dit is binnen een uur op. Dit is binnen een uur op. Ja, vanavond, vannacht. Waar is nou weer mijn shit? Het is niet de gezondste maaltijd. Nee, maar eet je niet gezond, hè? Als je alleen maar snoep wil, moet je alleen hier naartoe komen. Dat zeg ik, Jorn is de feeder, gewoon. Waar is mijn maar ik was dus wel echt oprecht begonnen. Nou, nee, dat is niet waar. Ik probeer elke keer de stap te zetten om te beginnen. Nee, maar je was ziek geweest, toen ben je afgevallen. En nu ben ik weer dik. Ja. En weet je wat een verkeerde stap is? Om op zaterdag. Ja. Maar ik ben dan ook weer zo'n persoon die alleen op maandag kan beginnen, snap je? Als je op zaterdag begint, dat voelt niet goed. Nee, ik sta echt nergens op. Jawel, dat voelt niet goed. Nee, maar als je het echt wil, dan doe je het gewoon op donderdag, vrijdag. Maakt niet uit. Ik wil het maandag echt, oké? Okay? Uitstel komt. Afstel. Maandag. Ga ik mijn best doen. Fit girl. Word je dan een fit girl? We kunnen niet het verschil laten zien, maar dit is echt niet normaal. Wat voor verschil? Oh ja, van licht. Mama was een keer Maskeer. Oh, wat ga je, waarmee ga je mij nu verraden? Nee, pap, ik ga zeggen wat papa een keer zo zegt. Nou. Mama,
en goed verhaal. Julie die waren aan het praten van de telefoon, maar ze wilden nog wat doen. Toen zei mama zullen samen nog wat doen, toen zei papa naar de sportschool. Oh ja, zo heftig is het. Maar, en Doe, doe eens even je kanaal roepen, mens. Doe Nocent. Ik zal het even hieronder zetten. Jullie hebben als het goed is al een keer een video gezien met haar toen we foto's gingen maken. Maar toen had ze nog geen YouTube kanaal. Nee, maar ik heb precies 3 abonnees. Dat is niet waar. Oké, 38 dan. Nou, dat is geen 3. Nee. Nee. En ik geloof. Dus ik zou zeggen, kijk allemaal even op haar kanaal en volg haar even en abonneer en like. Toch niet? En doe de notificatie. En jouw mond zit alweer helemaal. Ik moet zeggen, Nien, als het een beetje zo zit, langs je hoofd, vind ik het je echt wel leuk staan hoor. Ja, kijk, dit is hier ook bang van. Maar echt, dit, hoe het net zat, vond ik echt wel leuk, Celine. I like it. Oh ja, ik vond het Doe is echt een goede gast. Oh ja. Doe vroeg aan mij: wat wil je drinken? Thee, ja, is goed. Jorn gaat naar de supermarkt. Hij is terug. Nog geen thee. Weet je wat? Ja? Zal ik dat doen? Snapt hij wel, hè? Had je hem al opnieuw aangezet dan? Heb jij trouwens dat hele doosje in één keer in je mond gedaan, aangezien je zo moeite hebt met kouwen? Tuurlijk. Dat doe ik vroeger. Dat hoort toch ook gewoon? Moet jij ook water doen? Nee hoor. Nee. Zoom met een looie pijn. Ik ga jullie zo trouwens iets laten zien wat een van de raarste dingen is die ik doe. Oh jee. Oh ja. Ik weet niet of ik dit al een keer heb laten zien in de video. Waarschijnlijk niet, want het is best schandalig. Ik weet niet wat ik doe. Maar ik weet het. Jij weet het wel, want jij doet precies hetzelfde. Ja, door. Ik weet het. Jij doet hetzelfde, Nien. Ja, maar ze weten niet waar je het over hebt. Ja, maar dat zie je nu zo. Jullie zijn gewoon verschrikkelijk. Kijk, de ene heeft dit, de ander heeft dat. Ik heb dit. Ja, maar dit is echt ranzig. Wat? Wat jullie altijd doen. Ik weet thee. Nou ja, het is hoe het is. Nou, ik ga jullie dat zo even laten zien als de tijd rijp is. Celine en ik hebben trouwens hetzelfde shirt aan. It's winning is winning. En hij is van de Primark. En ik heb voor haar gewoon een XS gekocht. En voor mezelf een L. Oké, ik ga even dit allemaal opeten. Tenminste. Iets opeten en dan laat ik jullie zo zien wat mijn slechte eigenschap. Nou, het is helemaal het is een top-eigenschap eigenlijk, maar ja, niet iedereen waardeert het misschien. Dat is het gewoon. Nee, mag het nooit doen bij een feestje? Neem je zoals je bent. Wat mag je nooit doen bij een feestje? Ja. Nee, dat zou wel gek zijn. Nee, ik ga jullie zo laten zien. Doei. Oké, Nien, ga je ook doen? Ja. Dit is dus het onze allerslechtste eigenschap, denk ik. Nee, het is geen eigenschap. Sommige mensen doen gewoon rare dingen en ik denk dat dit het raarste is wat wij doen. Ja, één van de, ja. Pardon? Of ik het mee eens ben, dat ik zo barstig was. Oké, 1, 2. Als het zei, dat weet ik niet. Het is zoals het is. Ik kan niet over te zeggen. Dan kunnen we het kort houden. Top. Ik moet er wel even een side note bij geven. We doen het wel alleen met zoethoutthee. Ja. Ik denk als je het met andere thee doet, dat het dan niet lekker is. Dan wordt het bitter. Maar zoethout. Ik weet niet. Zoethout is heel lekker. Ja. Vroeger kauwde je gewoon altijd op die zoethoutstokjes. Deed jij dat ook? Nee, want ik vind het gewoon ranzig. Ja, oké, maar als je dat dus wel lekker vindt, dan is het gewoon heel lekker. Als je het dus lekker vindt, zoethout, dan wel. Dan wel. Nou ja, hebben jullie ook weer een slechte kant van mij gezien? Nee, dat is geen slechte kant. Zo, en ik zijn dus op Insta en we hebben een constructie. Oh, scherp stellen die handen. Ja, je ziet niet hoe erg het op het randje is. Oh jawel, nu wel. Dus stop. Je kan niet te veel bewegen, Doe. Nee, ik ga ook niet te veel bewegen. Als je te veel beweegt, dan... Insta, als je iets wil zeggen voor de vlog, moet je nu... Nee, wat zeggen. Shout-out. Wij liggen ondertussen... in bed. Ik wil wakker. We zijn thuis. We zitten even in het dilemma, wat we gaan kijken. Want we hebben dus nu de tv. Ik weet niet of ik dit al heb gezegd, maar we hebben dus nu de tv. Ja, dat hebben we.
Nee, ik denk het niet. Zo. Wij hebben dus hier... de tv. Hier zo. Precies voor ons bed. Ja. En dat is de beste beslissing die ik ooit heb genomen. Maar ook de slechtste. Want je wilt gewoon niks anders. Het is gewoon echt top gewoon. Je kijkt gewoon echt lekker. Dus we zitten in een dubio. Want wij houden van Wie is de Mol. Echt. Ik zou zo graag een keer dat programma mee willen doen. Ik vind het echt zo'n groot. Zo'n expeditie willen meedoen. Ja, wat vinden wij allebei echt amazing programma's. Ik denk dat ik dat wel zou volhouden in proef. Wat expeditie? Ja. Maar weet je, chagrijnig jij... Oké, kijk, zonder slaap kunnen wij wel. Maar weet je, chagrijnig jij wordt als jij niet eet. Jij wordt heel chagrijnig als je niet eet. En ik lust geen vis. En je lust al bijna niks. Maar, als ik groot ben, dan zie ik wel vis en dan kan ik meedoen. Nou, oké. Okay. En wat is groot? Hoe oud ben je dan als je groot bent? Ik ben nog niet eens 30. Dus dat is even gek. In ieder geval, we zijn dus nu in het dubio of dat we Titans afkijken. Dat is echt een leuke serie op Netflix. Of dat we Wie is de Mol gaan kijken. Wie is de Mol? Ja, maar weet je wat het is? Ik ben best wel moe. En dan ben ik bang dat ik het niet helemaal volg. Maar Wie is de Mol moet je echt opletten. Wie is de Mol kunnen we beter morgenochtend opzetten. Nee, morgenochtend ben je eerst moe. Nee, natuurlijk niet. Jawel. Zo lekker wakker.